Wat leuk dat je weer kijkt. Vandaag gaan we iets heel erg leuks doen. Mega bellenblaas maken. Ja, bellenblaas, leuk! Wat heb je daarvoor nodig? Een bak om dadelijk je bellenblaassop in te doen. 100 ml wasmiddel. 2 theelepels maïzena. 2 theelepels bakpoeder. Iets om mee te roeren. Een lang touwtje. 2 korte touwtjes. Een ringetje om dadelijk aan het touwtje te hangen om het wat zwaarder te maken. 1 liter warm water. En 2 stokken. We beginnen met het lange stuk touw. Daar doe je eerst het ringetje omheen. En dan knoop je de uiteindes van het touw aan elkaar vast. Kijk eens. Zo. En nu knoop je deze 2 hoeken van deze driehoek, want dat is het geworden, die knoop je vast aan de stok. En dat doe je zo, met een klein stukje touw. Je ziet het al, als je stukje touw te kort is, dan wordt het heel lastig. Zo. Goed knoop je erin. Even kijken. Ja, nu hebben we een driehoek. En dit is ons bellenblaastouw zo meteen. Wij gaan nu ons sop maken. We pakken eerst het bakpoeder en de maïzena. Daar doe je het warme water bij. 1 liter was het. Gaan we even roeren. Zo. En dan doe je als laatste het zeepsop erbij. Zo. Hatskidee. Alles erin. En nu gaan we roeren. Maar niet te hard, want het mag niet gaan schuimen. Dat ruikt lekker zeg. En nu moeten we even geduld hebben. Want als je echt goede grote bellen wil maken, dan moet je je sopje eerst een paar uur laten staan. Hey Tommy, hoe gaat het bij jou? Aanschouw hier de mega bellenblaas machine. Wow. Wow, Tommy. Jij hebt echt mega veel bellen. Cool, hè? En ik kan hem ook weer uitzetten. Uitzetten. Oh, Tommy. Volgens mij gaat dit niet helemaal goed. Nee hoor. Niks aan de hand. Oeh, help! Ja, misschien was dit toch niet zo'n goed idee. Ik zie het. Volgende keer moet je het maar gewoon net zo doen als wij. Vond je deze video nou leuk? Vergeet dan niet om je te abonneren, het belletje aan te klikken, een duimpje omhoog te geven en een berichtje achter te laten in de comments. Tot de volgende keer!